even wat dingen klaarzetten. Zo. Wat dingen meegenomen. Zelfs wat pakjes mee nog, die nog over zijn. Goedemorgen, Jenny. Hey, goedemorgen, heer. Het is goed dat u er bent, want ik kan wel wat hulp gebruiken. Ja, ik zie het. Ja. Weet je, vandaag neem ik al je problemen voor mijn rekening. En ik wil graag dat je onthoudt dat ik daarbij niet altijd je hulp nodig heb. Oh, maar hoe bedoelt u dat? Als Satan je opzadelt met problemen of een situatie die je niet aan kunt, probeer dan ook niet om het zelf op te lossen. Doe ze maar gewoon in de KVJ, postbak. Ze zullen dan behandeld worden op mijn tijd, niet de jouwe. Oké, dus als ik het goed begrijp, dan zegt u eigenlijk tegen mij van die problemen, die dingen die ik vasthoud en waar ik last van heb, die kan ik gewoon daar in die postbak doen. Precies. De postbak KVJ. Oh, ik snap het al. Klusjes voor Jezus, dat is het natuurlijk. En Jenny? Ja? Als je daar dan in ligt, laat het daar dan ook. Okay. Probeer het niet om het er weer uit te halen. Als jij problemen vasthoudt of er weer uithaalt, dan vertraag je de oplossing. Oh, dat wist ik niet. Dat realiseerde ik me niet. Dat weet ik. Daarom noem ik het nu. Zeg, en als er problemen, zeg als er een probleem is die je wel aan kunt, vraag mij dan eerst om raad. Dit om zeker te weten dat je de juiste oplossing kiest of de juiste actie onderneemt. Oké, dat zal ik doen. Omdat ik sluimer nog slaap, hoef jij niet wakker te liggen. Ontspan dus maar, mijn kind. En weet, als je mij nodig hebt, dan ben ik maar één gebed bij jou vandaan. Dankjewel. Zo, het postvak, klussen voor Jezus. Nou, lijkt heel simpel, hè? Misschien is het iets minder simpel dan dat we het nu doen voorstellen. Maar daar kom ik dan later nog even bij jullie op terug. Ik wil graag beginnen met een tekst. En ik wil ook even vragen aan de mensen of ze hem even willen projecteren. Mijn tekst uit Matthäus, een hele bekende tekst. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen jou erbij gegeven worden. Nou, hebben we de afgelopen maanden hebben we steeds preken gehad over back to the basic. En meneer Ouweneel is hier ook een dag geweest. En die heeft ook gesproken van, God, wat is nou eigenlijk de kern van ons geloof? Daar heeft hij het 's ochtends over gehad. En toen heeft hij het 's avonds gehad over het koninkrijk van God. Want het is natuurlijk hartstikke mooi, hè, dat er staat van, dat God ons aanmoedigt en zegt van, nou, zoek nou eerst dat koninkrijk, maar dan moet je wel weten wat je nou zoekt. Nou waren er 's avonds niet zo heel veel mensen en ik weet ook niet of iedereen in de gelegenheid geweest is om later nog die preken te kijken. Maar toen ik bezig was met de voorbereiding, toen werd ik er echt heel sterk bij bepaald dat God zei van, ik wil graag dat je het kort herhaalt. Leg nog een keer uit wat dat nou is, dat koninkrijk van God. Het is namelijk een heel erg belangrijk thema, het koninkrijk van God. Als Jezus voor het eerst in het openbaar spreekt, dan zegt hij, en dat is in Matthäus 4, bekeer je, want het koninkrijk Gods komt eraan. En als hij na zijn opstanding, de 40 dagen voordat hij naar de hemel gaat, als hij dan spreekt, dan gaat het ook heel vaak over het koninkrijk van God. Toen hij de discipelen op pad stuurde, 2 en 2, toen was dat ook om het koninkrijk van God te prediken. En om dat te bekrachtigen met tekenen en wonderen. En als je in Handelingen kijkt naar Paulus, die geeft ook aan van, ik verkondigde het koninkrijk Gods.
En als je naar een van de laatste dingen kijkt die we van Paulus horen aan het eind van Handelingen, dan gaat het ook daar nog weer over. Dan benoemt hij nog steeds weer het Koninkrijk van God. En er is wat bijzonders met het Koninkrijk van God. En dat heeft meneer Ouweneel ook al uitgelegd. En ik heb even geprobeerd om het in een plaatje te zetten. En misschien kunnen jullie dat even laten zien. En het gaat over de hele en de halve waarheid. Nou moet ik wel bij zeggen dat ik dat plaatje eerlijk geleend heb van iemand. Dus dat jullie niet denken van, goh, goed bedacht. Meneer Ouweneel zei ook al van, als ik vraag aan mensen van, wat is nou de kern van ons geloof? Dan komen wij eigenlijk heel vaak niet verder dan dat Jezus voor onze zonden is gestorven. Dat wij daardoor vrijgekocht zijn. En dat we betaald zijn met het bloed van Jezus. En dat we daarom eeuwig mogen leven. Dat is eigenlijk dat middelste stukje. De zondeval en dan door het kruis onze redding. Maar dat is eigenlijk het halve verhaal. Als we bij dat stukje houden, dan hebben we niet het hele plaatje compleet. En als je het hebt over het hele verhaal, dan hoort er ook bij dat het begonnen is met de schepping. En dat God toen al de bedoeling had, zo zijn wij ook geschapen, dat staat ook in Genesis, om samen met hem te heersen. En nou, dat is misgegaan door de zondeval. Hè, door het offer van Jezus ontstond onze redding. Maar er is ook nog helemaal een herstelplan. En uiteindelijk de gerechtigheid van God dat die zichtbaar wordt. En dat is het hele verhaal. En het is heel belangrijk dat jullie dat even goed in gedachten houden, zeg maar, bij de dingen die ik verder wil vertellen. Dus dat het niet alleen gaat om dat wij gered zijn, hè, door Jezus, maar dat er ook nog een vervolgstap aan vastzit. En als je het dan hebt over dat Koninkrijk van God, dat vervolgstapje, het plaatje mag wel even weg hoor. Wat is dat dan eigenlijk? Wat houdt dat nou in, dat Koninkrijk van God? Eigenlijk heel simpel, dat wij nadat wij gered zijn, dat we verlost zijn, dat we nog een stapje verder gaan. Dat we namelijk in actie komen, dat we God gaan dienen, dat wij zijn discipel zijn. Dat heeft wel gevolgen. En waarom heeft dat gevolgen? Op dit moment leven wij nog in een wereld waarin ook nog Satan speelruimte heeft. Dus als wij uitstappen en wij gaan als discipel achter Jezus aan, dan kunnen we misschien vervolgd worden. Het kan zijn dat we gebrek lijden. Het kan zijn dat we soms bepaalde dingen moeten opofferen. Maar er is ook nog een heel mooi ander aspect aan het Koninkrijk van God. En dat is namelijk dat we de kracht van de Heilige Geest gaan ervaren. Want het Koninkrijk van God is ook een Koninkrijk van kracht. Er staat een hele mooie tekst over in Romeinen 14 en die zegt: het Koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Als wij het hebben over het Koninkrijk van God, over dat hele stukje, dan is het eigenlijk de bedoeling dat door ons allemaal God zichtbaar wordt in wie hij is. Dan zie je een stukje van Gods Koninkrijk. Nou, hoe ga je dat nou heel praktisch doen? Het is eigenlijk heel mooi als je kijkt naar de, ik weet niet zo goed wat voor titel ik eraan moet geven, Therese, maar de vier dingen die wij noemen als gemeente die wij graag willen zijn. We zijn gefundeerd in genade, we worden gedreven door de liefde, geleid door de Heilige Geest en dan zijn we gericht op de grote opdracht. En dat is eigenlijk gewoon precies waar het om gaat. Als wij allemaal beseffen dat we genade hebben ontvangen vanuit de liefde van God, dan kunnen we met behulp van de Heilige Geest gericht zijn op de grote opdracht. En dat is eigenlijk waar het om gaat in het Koninkrijk van God. En ik wil jullie graag een ander plaatje laten zien. Misschien kunnen jullie dat ander even laten zien. Wat er gebeurt, zeg maar, als we die stap maken. Aan de linkerkant zie je het evangelie van redding. En aan de rechterkant zie je het evangelie van het koninkrijk. Aan de linkerkant is wat er gebeurt als we heel erg, zeg maar, blijven bij, we zijn gered door het offer van Jezus. Dan ben je dus heel erg gericht op die zonde en bekering. Maar als het je lukt om die stap daarna te maken, dus om een discipel te worden en om verder te gaan, dan ben je meer gericht op discipelschap en navolging.
En Jezus is dan niet alleen je heiland en je redder, maar hij wordt ook je Heer en je koning. En voor jezelf geldt ook, we hebben ook wel eens de neiging, helemaal als we in dat eerste stukje blijven, van als we dan wat fout gedaan hebben, dat we denken, oh nee, hè, heb ik weer gezondigd. Heer, vergeef mij. En dat je dan helemaal in zak en as kan zijn. Maar als je meer in je discipelschap komt, als je je meer bewust wordt van die positie, dan val je misschien ook wel eens, maar dan weet je, oh ja, dat is ook zo, ik ben vergeven. En dan lukt het je om weer op te staan en om verder te gaan. Het is echt een andere positie. Je focus is ook anders. Hier, als het gaat om het eerste stukje, ben je meer gericht op jezelf. Jij wordt gered. Jouw zonden zijn vergeven. Maar als je meer richt op discipel zijn, dan ben je ook gericht op die ander. Want datgene wat jij ontvangen hebt, dat wil je ook heel graag uitdelen aan die ander. De vrucht is aan de ene kant bekeerlingen en aan de andere kant discipelen maken. En zoals ik net al zei, de kans dat je zelf zwakker blijft is meer aan de linkerkant. En als je naar rechts gaat, naar het evangelie van het koninkrijk, dan word je sterk. Niet uit jezelf, maar door de kracht van Jezus in jou. Nou hadden we op dat eerste plaatje, misschien kunnen jullie die nog even terug laten zien. Daar wordt ook genoemd dat helemaal aan het eind de gerechtigheid van God, dat het ook belangrijk is dat dat een plek krijgt in het koninkrijk Gods. En nou kan je allereerst afvragen, wat is dat nou, hè? Het woord gerechtigheid? Recht doen, iets recht maken. In deze context zou je kunnen zeggen dat God weer recht maakt wat krom is. En het is een heel belangrijk thema. Om jullie gewoon even mee te nemen in wat aantallen. Het woord gerechtigheid komt 280 keer voor in de Bijbel. Het woord recht, 359. Rechtvaardigheid, 81 keer. En rechtvaardig, 58. In totaal is dat 778 keer. Dat is echt heel veel. Als je dat verdeelt over de hele Bijbel, dan is gemiddeld op elke anderhalve bladzij wordt er wel een keertje gesproken over recht of een van de andere woorden die ik daar noemde. Om even een vergelijking te maken, als je kijkt naar het woord liefde, dat komt ongeveer 440 keer voor in de Bijbel. Dus om eventjes zeg maar, de verhoudingen te schetsen. Recht en rechtvaardigheid is dus echt heel erg belangrijk. Nou, hoe wordt de rechtvaardigheid van God nou zichtbaar? Hier. Jezus is rechtvaardig. En als Jezus meer zichtbaar wordt in ons, dan is ook zijn rechtvaardigheid meer zichtbaar in de wereld. En belangrijke opdracht die daarbij is, is in Matteüs van: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Als wij onze naaste lief hebben als onszelf, dan doen wij recht. En dan wordt ook de rechtvaardigheid van God meer zichtbaar. Nou, denken jullie natuurlijk van, leuk verhaal. Duidelijk, maar wat was dat nou zo straks met dat postvak en met al die pakjes? Wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb ontdekt dat, dat ik heel vaak in beslag genomen word. Door zorgen. Ik heb hier al een paar opgeschreven, hè? Kinderen, familie, gezondheid, werk, geld, wat je niet hebt, wat je misschien nodig hebt. Maak je misschien zorgen over hoe het nou verder moet met de kerk. Of je vindt misschien dat er dingen gebeuren waarvan je denkt, nou, het zou ook anders kunnen. Misschien heb je zorgen om je huis. Heb je helemaal geen huis? Misschien heb je tijd tekort? Of weet je niet hoe je je tijd moet invullen? Misschien gaat het lastig in je huwelijk. Of heb je juist geen partner en zou je heel graag een partner willen?
Of heb je het gewoon heel druk met jezelf? Omdat je jezelf niet goed genoeg vindt of dat je graag dingen zou willen veranderen. En nou hebben we in het begin even heel simplistisch aangegeven dat datgene waar je last van hebt of waar je je druk om maakt, dat mag in dat postvak daar. Kieper het er maar in. Het is een klus voor Jezus. En dan lost Hij het op zijn tijd. Maar mijn ervaring is, als ik ergens mee zit of als ik iets heel kostbaar vind, dat ik het dan best heel lastig vind om dat te doen. En wat maakt nu dat ik dat zo verschrikkelijk lastig vind? Ten diepste, omdat ik niet vertrouw dat er een oplossing komt die goed is. Als ik geld te weinig heb en ik ben daar druk mee bezig en God zegt van geef het nou aan mij, dan betekent dat ik eigenlijk hem erop vertrouw dat hij gaat voorzien dat ik genoeg geld krijg. En dat misschien anders gaat dan dat ik wil, ja, dat zou kunnen. Nou zien jullie niet voor niks één pak wat heel groot is. En dat is gezondheid. Want als er nou één onderwerp is waar ik het heel erg lastig vond en soms nog vind om God in te vertrouwen, dan gaat het over gezondheid. Zolang als ik mij kan herinneren, in ieder geval in mijn volwassen leven, heb ik gewoon best veel te maken met gekke dingen, chronische aandoeningen, een aantal keren geopereerd. En dat had steeds heel veel effect. Op een gegeven moment kreeg een van onze kinderen een ernstig ongeluk. Die heeft een aantal maanden in het ziekenhuis gelegen. Er waren ook nog wat medische misses, waardoor blijvend letsel ontstond. En dat was een hele heftige periode. En in die periode heb ik heel erg de nabijheid en de leiding van God ervaren. Maar er was ook een belangrijk verschil tussen mijn man Pieter en het kind die het overkwam en tussen mij. Namelijk, ik ging de strijd aan met God. Heer, waarom? Ik snap het niet. Ik heb een gezond kind van u gekregen en moet u nu eens zien. En dan gaat er ook nog van alles mis. Terwijl mijn man en onze oudste zoon konden zeggen van, ja maar mam, waarom wij niet? Er gebeurt gewoon van alles in de wereld. En wat ik toen ervaarde is dat mijn geloof niet alleen een steun was, maar het was eigenlijk ook een soort last. Het was een bron van strijd, want ik ging namelijk de strijd met God aan. Want ik was het er niet mee eens. Ik had immers gewoon een gezond kind gekregen en hoezo gebeurde dit nu? Nou, uiteindelijk kom je daar dan uit. En onze zoon kwam thuis en echt binnen een paar weken werd ik zelf ziek. Heel erg ziek. En het was heel onduidelijk wat er precies aan de hand was, maar in ieder geval ik kon niet meer lopen en ik kon niet meer zitten. En ik kon alleen nog maar liggen. En dat heeft ongeveer een half jaar geduurd. En het was gewoon echt heel heftig. En in de Bijbel staat dat we nooit verzocht worden, hè, boven ons vermogen. Nou, dat is het moment waarop ik wel eens gezegd heb van, ik denk dat God bij mij de tel kwijt is. Dit slaat toch echt helemaal nergens op. Moet je nou eens zien. Ik denk dat hij niet helemaal goed het rekensommetje heeft bijgehouden. En ik kwam weer terecht in die strijd. Heer, waarom? Dus in plaats van dat God mijn hulp was en dat ik mijn troost en steun bij hem zocht, ging ik de strijd aan. En dat deed dus ook iets in de relatie tussen hem en tussen mij. Eigenlijk stond mijn gezondheid tussen God en tussen mij in. En ik kan me een moment herinneren dat ik heel erg overstuur was. Ik vond het ook heel lastig om te bidden op dat moment. En dat God mij toen aansprak en zei van, vertrouw je me eigenlijk wel? En dat vond ik heel erg lastig. Dat vond ik echt heel erg lastig, want ik vond dat ik wel al genoeg op mijn bordje had gehad. Eigenlijk eiste ik dat het anders zou gaan. En toen ik op een gegeven moment ook door een zwager, ik heb een aantal zwagers, een zwager daarop bevraagd werd, die zei toen tegen mij van, Jenny, durf jij een God te vertrouwen die jou geen verantwoording schuldig is? Die kwam binnen. Want nee, dat durfde ik niet. Ik wilde best God vertrouwen als ik maar beter werd. Eigenlijk was dat gewoon de voorwaarde. Want eigenlijk heb je dan een hele
onvoorwaardelijke relatie met God. Je wilt hem best vertrouwen, maar dan moet het wel gaan zoals jij dat wil. En vanaf dat moment heb ik steeds geprobeerd om er anders naar te kijken. En het heeft echt nog een aantal jaren geduurd, kan ik je verzekeren. Want waar ik net over vertelde, dat was in 2000. Nou, inmiddels hebben we het eind van 2018. En ben ik daar helemaal vrij van? Nou, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ik vorig jaar moest ik ook geopereerd worden. En op het moment, vlak voordat ik naar de operatiekamer reed, dat ik dacht van, het is goed. Heer, het is goed. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet niet of de operatie goed gaat. Ik weet ook niet hoe ik hier wel of niet uitkom. Maar ik had voor het eerst van mijn leven echte vrede en echt vertrouwen in God. Dat hij erbij was. Los van wat de uitkomst zou zijn. Ging het toen allemaal beter? Is het een soort van trucje van, goh, nu vertrouw je, dus dan gaat de operatie ook goed? Nee, dat is niet hoe het werkt. De operatie ging overigens wel goed, maar jullie weten ook allemaal dat ik afgelopen jaar best een forse complicatie heb gehad en dat ik nog een keertje weer moest. En toen gebeurde eigenlijk weer hetzelfde. Hebben we ook samen heel erg ervaren van, het is goed. Het is niet leuk, het is niet simpel, maar het is wel goed. Want wij vertrouwen God. En dat is een heel belangrijk en een heel groot goed. Dat we God leren vertrouwen in alles. En dan ook echt in alles. Los van wat de uitkomst is. Maar dat we weten dat hij te vertrouwen is. In de Bijbel kunnen we daar ook een aantal teksten over vinden. Bijvoorbeeld in Spreuken van vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. En dan baant hij voor jou de weg. Ik vind het heel mooi in Johannes. Daar zegt Jezus zelf, wees maar niet ongerust. Vertrouw op God. En vertrouw op mij. En in Spreuken 28 staat bijvoorbeeld nog, als je op je eigen verstand vertrouwt, dan ben je een dwaas. Wie wijsheid als leidraad heeft, ontsnapt aan alle gevaar. En wijsheid ontvangen we van God. Nou, als we ook even terugkijken naar de preek van de afgelopen keren, heeft onder andere is er ook over Jozef gesproken. En Jozef vind ik zo'n mooi voorbeeld van blijven vertrouwen in alle omstandigheden. Kijk, wij kennen het hele verhaal van Jozef. Hè? Wij weten dat hij uiteindelijk bij de farao terecht kwam en dat hij daar een hoge positie kreeg. Maar dat wist Jozef zelf niet. Jozef had alleen een droom. En wat was de praktijk? Dat hij verkocht werd. Hij werd in de put gegooid, hij moest als slaaf werken en dan kreeg hij wel een goede positie. Maar toen werd hij weer vals beschuldigd, kwam uiteindelijk in de gevangenis terecht. Nou, zijn nou niet allemaal omstandigheden dat je denkt van, jongen. En toch lees je nergens in het hele verhaal van Jozef dat hij dacht van, hier kan ik helemaal niks mee of ik vertrouw u niet. Nee. Hij bleef trouw en hij deed zijn ding en de gunst van de Heer was op hem in elke omstandigheid. Bij Mozes zie je iets heel anders. Die had van tevoren even een aanloopje nodig. Toen God hem riep, toen kwam hij met een aantal tegenwerpingen. Toen zei hij van, wat? Wie? Ik? Nou Heer, maar ze geloven mij vast niet. En ik ben helemaal geen goede spreker. Weet u wat? Stuurt u maar iemand anders. Dat kan ook. Dat je soms een proces nodig hebt, dat je een aantal tegenwerpingen hebt, maar dat het uiteindelijke resultaat is dat je wel gaat. Omdat je leert om God te vertrouwen. Hoe past dat nou in dat plaatje van dat hele en dat halve koninkrijk? Ik denk als we het koninkrijk van God willen laten zien en willen vertegenwoordigen, dat het dan eigenlijk een beetje lijkt op wat we in het begin hebben laten zien. Dat we 's ochtends de tijd en de rust nemen. Bedenken van, goh, zijn er nou nog dingen waar ik heel erg over puzzel, waar ik me heel erg over zorgen maak. En kan ik die dan bij God neerleggen? En als hij dat dan allemaal voor zijn rekening neemt, omdat dat daar ligt. En
Jullie hebben misschien wel al gezien, hè? We hebben het even genoemd, het zijn de klussen voor Jezus, maar het staat niet voor niks naast het kruis. Want dat is natuurlijk waar we die dingen dan echt brengen, bij het kruis van Jezus. Als het ons lukt om dat te doen, omdat we erop vertrouwen dat het veilig is in zijn hand, dan zijn wij vrij om datgene te doen wat hij van ons vraagt of wat hij voor ons heeft. Want dat is het namelijk als je een discipel bent in zijn koninkrijk. Dat je 's ochtends vrij bent om te zeggen van, goedemorgen Heer, hier ben ik. Hoe is het met u? Wat mag ik voor u doen vandaag? Wat is er belangrijk? En als we dat kunnen, dan gebeuren er hele bijzondere dingen. Want dan mogen we misschien een kaartje sturen naar iemand die het nodig heeft. Mogen we misschien geld weggeven. Mag je iets vertellen aan je collega's over wie Jezus is in jouw leven. Maar dan ben je vrij. Dan ben je vrij om een vertegenwoordiger te zijn van zijn koninkrijk. Nou, vraag je je misschien af. De titel van de preek, ik besluit. Daar heb ik het nog helemaal niet over gehad. Nee, dat klopt. Maar de vraag die ik eigenlijk aan jullie wil stellen is van, heb je de moed, ben je zover, ben je bereid om te besluiten om God te vertrouwen in alles? Het is ook de begintitel, en daar heb ik hem natuurlijk een beetje van geleend, van het lied van Reijer. Die begint ook over hoop in mij. En dat is de eerste zin is, ik besluit om u te vertrouwen en om mij aan uw woorden vast te houden. Ik hoor uw stem spreken tot mij. Wees gerust, ik ben erbij. Nou ja, het lied gaat nog verder, hè? Jullie kennen het inmiddels. We hebben het al een aantal keren gehoord. En ja, ik geloof echt gewoon dat dat het woord is voor vanochtend. Dat we, dat ik gewoon jullie echt wil bemoedigen en aanmoedigen om bij jezelf te onderzoeken of je echt in alles durft te vertrouwen op God. Dat hij voorziet. Dat je dingen los kan laten en dat je dan daardoor vrij bent om uit te stappen. Dat je daardoor eigenlijk vrij bent om je volledig over te geven. Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de geest en gericht op de grote opdracht.